What's Gucci, mensen? Ja, wie heeft hier voor een gloednieuwe video? Nou, het is inderdaad wel een ander episode van een pop de balloon. Maar jullie kennen Wiedef, er komt altijd een twist erin. Vandaag hebben we een heel ander concept. Vandaag is het een blind date, x pop de balloon, maar met eigenschappen. Zoals jullie hier zien, ik heb 6 man geregeld. Allemaal hebben een slechte eigenschap en een goede eigenschap geschreven. De dames lopen naar binnen. Ze gaan het allemaal lezen en dan mogen ze gaan kijken bij wie ze uiteindelijk gaan belanden. Ik wil niet te veel praten, het concept zal voor zichzelf spreken. Laat het direct erop in. En vergeet niet te abonneren. Dit zijn mijn socials. Pap, pap, pap. Oké, de eerste dame mag komen. Nou, vertel. Wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat verwacht je of wat zoek je in een man? Nou, mijn naam is Romy. Ik ben 22 jaar. En in het dagelijks leven werk ik in de cosmetica en fashion. En wat ik zoek in een man is loyaliteit, respect voor mij en voor wat ik doe. En ook voor mijn familie natuurlijk. En iemand waarmee ik kan lachen. Mijn best friends, lover en best friends. Snap je een beetje dat? Oké, duidelijk. Nou, ik heb hier 6 man. Iedereen heeft zijn eigenschappen geschreven. Hm. Jij mag nu eigenlijk gaan aftrappen, lezen. Kijken wat je het best interesseert. Als jij hebt gelezen en je denkt dat je een match hebt, laat me weten. Okay. We hebben hier. Je mag, we gaan aftrappen. Oké. We beginnen hier. Blij, loyaal, maar toxic. De volgende. Oké. Veel knuffels, ik ga niet koken. Oh. Is me wel goede communicatie, te aardig, Sascha. Ik communiceer goed. Ik word snel jaloers. Yes, mm. Ik kan jou leuke tijden geven. Ik kan niet snel hechten. Mm. Donale, we doen het samen. Ik ben niet Loki, artiest. Huh? Dus wat bedoelt hij ermee? Hij is artiest, hij is bekend. Oh, zo. Ja. Oké. Okay, nou, wat vind je tot nu toe van deze eigenschappen? Heb je al iets gezien? Nou, ik weet sowieso wat ik niet ga kiezen. Wat dan? Deze. Ja, sorry. Waarom niet? Ik ga niet koken, sorry, maar ik ben niet je fucking mate of zo. Ik ga niet elke keer alleen maar koken. Maar als, als hij niet kan? Als hij het niet kan, dan moet hij het gaan leren, sorry. Ga je hem leren? Ik ben zijn moeder niet. Ga je hem leren? Kan wel. Oké, okay, dus deze kruisen we af. Ja, sorry. Goed. Nou, spreek dit je aan? Of is het niet specifiek genoeg, hè? Het is niet specifiek genoeg, het zijn letterlijk 2 woorden. Ja, oké, okay. Is het een beetje te breed. Wat zeggen we hier? We hebben iemand die een probleempje hier heeft. Hij is te aardig. Ja, ik ben best wel grof gebekt meestal. En dan ga ik te snel over je heen lopen waarschijnlijk. Oh. Dus ja, dat is misschien ook... Maar ja, aan de ene kant, ja... Nice guys finish last. Ja, dat is waar. Maar hij heeft, ja... Hij heeft wel goede communicatie, daar hou ik wel van. Oké, okay, we hebben nu de tweede persoon die beweert dat hij goed kan komen. Ja. Ik word snel jaloers. Snel jaloers worden vind ik eigenlijk niet zo heel erg. Waarom? Ik weet niet, dat heb ik zelf ook. Ik kan ook snel jaloers worden, dus ik vind dat niet zo erg. Oké. Wat zeggen we van Jesse? Kan jij leuke tijden geven? Ja, aan wat voor manier? Snap je? Kijk, het is dan ook zo als jij... Boys, even rustig. Ze worden al heel woelig. Het is dan ook zo, als jij iets hebt gezien dat je leuk vindt, kan ik de persoon naar voren roepen? Hebben jullie gespreid zodat je meer weet? Ja, dat is waar. Wat zeg je, man? Wat zeggen we van deze persoon? Ja, die vind ik best... daar heb ik niks echt op aan te merken eigenlijk. Oké, okay, maak een top 3, dan gaan we kiezen. Oké. Okay. Deze is... Die is weg. Die is... Deze ook? Die ook. Oké, okay, hebben we 1, 2, 3, 4. Ik denk dat ik die dan... Die wel. Oké. Okay. Houden. Die 2 niet. Die ook houden. Houden. Die weg. Weg. Ja, en die houden. Houden, oké. Okay. Dus nu heeft zij gekozen voor 1, 2, 3. Nou. Ja. Nu moet je 1 persoon gaan kiezen. Het wordt steeds moeilijker. Want dit kan inderdaad cap zijn. Ja, snap je? Iedereen zegt dat tegenwoordig. Dat bedoel ik. Dus... Oké, fuck die. Oké, fuck die. Ik geloof die niet. Oké. Dus dat hebben we 1, 2. Ik ga voor die. Deze? Ja. Zeker? Ja, ik denk het wel. Oké. Sasha, je mag naar voren lopen. 3, 2, 1.
Hi. Hoi, mijn naam is Sasha. Ja, stamina voor. Moet ik mijn hobby's zelf bestellen? Ja, vertel, wat is u? Ik doe acteur in Almelo. Verder ga ik ook werken voor reclame en zo. Ik ben ook streamer. Dus ik heb gehoord, je houdt een beetje van grappige jongens. Ik ben grappig, ik ben kapot grappig. Maar ik doe ook wel een beetje te gek soms. Oké. Dus ja, dat een beetje, man. Ja, ik weet het niet. Ik zit echt zo hard te twijfelen nu. Waarom twijfel je? Ja, ik weet niet. Je hebt wel echt een leuke stijl. Dat weet ik. Heel mooi. Ik loop dat echt. Thanks, vind ik heel leuk. Die kleurencombinatie, ja. Je ziet er wel goed uit, maar ik weet niet. Oh. Oké, waarom pop je hem? Je moet me dit specifiek geven. Het is iets wat mij niet trekt. Ze kleden zijn echt waar. Ik vind, je ziet er goed uit hoor, echt waar. Je verzorgt jezelf ook goed, haartjes, alles. Maar het is ook een beetje misschien je lengte waar ik misschien een beetje op afknap. Oké, als ik hem kon poppen, had ik hem gepopt. Nee, je popt niks. Hou je ballon. Eerlijk spelen. Dus je popt hem eigenlijk van je zijn lengte. Ja, sorry, we zijn even lang. Maar jullie, dat maakt toch niet uit? Jawel, voor mij wel, sorry. Eén ding, ik wil laten weten. Als ik geen dame vandaag mee kan nemen, dan neem ik We Dab mee naar huis. Oké, je mag gaan. Je mag. Oké, heftig. Sorry voor het ongerief. Dat was heel raar. Holy shit, oké. What the fuck is the fuck gebeurd met hem? Oké, nee, we gaan door. Kijk, ik geef jou nog een kans, want ik hoor dat je weggaat met de match. Intussen tijd heb je dan iedereen hier afgekruist. Je ging uiteindelijk voor hem. Dus ja. Deze persoon bleef over. Toch? Of zeg je toch, skip die? Of ben je al uitgekeken? Raar. Ja, sorry, maar dit is echt zo kut. Ja, ja. Het zijn echt waarmee vage dingen. Vertel me, waarmee struggle je? Kan ik je helpen? Kijk, die tweede. Deze? Ja, sorry, maar die tweede, dat ik ga niet koken en zo, dat, ik weet niet. Dat heeft je echt laten afknappen, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Oké. Nou, je hebt deze al gezien. Ja. Maar ik vraag me af, vrouwen houden toch van mannen die aardig zijn? Ja, maar niet te aardig. Ja, dat kan wel, maar ik ga over je heen lopen dan. Echt waar. Oké. Lullig is echt niet lullig bedoeld voor degene die daarachter staat. Echt niet. Je zal vast echt een hele aardige jongen zijn, maar... Oké. Wat is die... Hoe spreek je zijn naam? Moet ik hem roepen? Nee. Oké, ik weet ook niet hoe je het uitspreekt. Nee, laat maar. Oh. Of zie je toch geen match hier? Nee, doe anders die maar. Jesse? Ja. Jesse, je mag naar voren komen. Dat is een... Blanke drie, naam, zeg maar. Ja, twee, één. Ja, dank je. Sorry, kijk uit. Hi. Ik ben Jesse. Hello, me. Hi. Ik ben 23 jaar, ik kom uit Hilversum. Mm-hmm. In het dagelijks leven werk ik als ZZP'er, grondwerker. En zeker. Nice, super. En jij dan? Ik werk in de cosmetica en fashion. Oké. Ja, hoe oud ben je? 22. 22. Een sportje? Niet meer echt. Niet meer, nee. Maar... Oké, is ook niet echt nodig als ik zo kijk hoor. Het ziet er goed uit. Dank je. Zeker. Thanks. Dus, ja. Is zij wel je type? Nou ja, ik heb geen type, man. Oké. Ik moet gewoon wat hebben. En ze is op zich een mooie meid, toch? Dus, Dankjewel. Is zij wel je type? Ja, eigenlijk wel, ja. Okay. Ja. Kijk. Oké. Gaat de goede kant op. Oké, rustig aan. Oké, nee, maar vertel. Zie ik eigenlijk dan een toekomstige date hier gaande? Like, zou je het willen proberen met hem op date gaan? Ik denk het wel, ja. Zou je meer van hem willen weten? Mag je ook Ja, dat ook, ja. Ga je gaan. Oh, gelijk nu. Jezus. Ja, jij zegt, wat zei je ook weer? Ik kan jou leuke tijden geven. Op wat voor manier bedoel je dat? Elke manier. Elke manier. Ik kan leuke dingen met je doen. Mm-hmm. Ik kan lekker met je gaan shoppen. Ik kan, zeker. Ja? Dan moet je wel een beetje zelf achterkomen ook. Ja, oké, dat is waar. Ja. Ik ga niet alles verklappen. Ik kan te veel zeggen, maar dat is niet meer spannend meer, snap je? Dat is zeker waar. Daarom. Ik kan niet snel hechten. Hoe bedoel je dat precies? Kan je daar weer meer? Ik heb dat in het verleden wel gedaan en daar heb ik wel van geleerd. Van mijn fouten. Oké, okay. Ja, dus precies. Je moet echt zeker weten als een dame leuk is. En ja, voordat je echt verder gaat en zo. Ja, verder wel. Jij ligt aan welke opzichtigheid verder gaan, maar... Je snapt wat ik bedoel, toch? Ja, precies. Dus je hebt commitment issues eigenlijk. Ja, zoiets. Ja. Nou, oké, dat kan ik wel respecteren ook, ja. Oké, ja. Je was 23, toch, zei je? Waar kom je ook even in Amsterdam? Hilversum. Oh ja, Hilversum. Je kent hem? Nee. Dat niet. Oké. Heb je vragen voor haar? Nee hoor. Je weet al genoeg. Ja, maar ik ga vragen stellen aan haar op de date, toch? Want het moet wel gezellig zijn, toch? Ik kan niet met haar lang gaan praten hier, maar... Ja. No way.
Wat zie ik hier? Maar fuck, hè? Ik kan, als ik zo meteen nog andere dame, want we zijn helemaal aan het begin hè, nu. En als ik die ook match, kan ik ook gewoon daten, toch? Want ja, ik heb nog geen... Ja, lieverd, kijk, ik ken... Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik ook niet. Denk er heel goed over na, wat hij gezegd net. Ik hoop dat je hem houdt, want hij bedoelt het goed. Natuurlijk, hij kent je niet, het is de eerste keer. Nee, precies, dat snap ik, weet je. Het is eerste indruk en zo, ik snap je. Heel goed dat je dat zegt, maar wat als zij het is? En stel je voor zo... Dan zit ik zo meteen vanavond met haar op het terrasje in Amsterdam, denk ik, even. Heel zelfverzekerd. Tuurlijk. Hmm. Ja, maar het kan ook niet zijn. Dat kan, maar ja, dat zien we zo meteen wel dan, toch? Oké, is goed. Je wordt rood, terwijl je al heel rood hier. Ja, ik word er... Maak het ze nu al rood, hou. Ho, rustig aan. Rustig aan, niet te hoog worden. Het kan nog steeds poppen. Oké, lieverd, ik zal weet je. Oké. Nee, dus, wat zie ik hier? Volgens jou, eerlijk. Ja, wat zien we? Of? We kunnen gewoon gaan matchen, gewoon een date gaan hebben, toch of niet? Ja hoor. Ja? Wat zie ik hier? Een match. Een match! Let's go! Let's go, let's go. Geef mij mijn ballon. Geef mij mijn ballon. Jij mag nu haar hand pakken en jullie mogen lekker zelf gaan uitvinden. Okay. Wauw, ik heb gewoon een match geregeld. Oké, mensen, ik ben helemaal vergeten. Nu mogen alle boys naar voren komen. Ga jullie maar staan. Oké, vertel me, Romy. Je hebt nu 5 jongens hier staan. Mm-hmm. Blijf je bij je keuze? Of wil je alles nog iemand anders proberen? Ik blijf bij mijn keuze. Hello, what the hell, man? Let's go! Gaan jullie weg? Nachten. Let's go. Hey, doe het niet meer, hè? Oké. Oké. Nou, het is volgens mij na lange tijd waar ik een match heb kunnen zeggen. Dat voelt zo heerlijk aan in mijn buik. Mijn hele buik kriebelt. Het zit gewoon te dansen. Nou, ik wil niet te veel praten. De volgende dame mag komen. Kom maar hier staan, naast mij. Dan vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben Priscilla, ik ben 29 jaar. En ik kom uit Hilversum. In het dagelijks leven ben ik een verpleegkundige. En wat ik in een man zoek, lief, zorgzaam en ja, een beetje eigenwaarde, man. Je hebt me wel de interop, maar is oké. Nou, to the point. Hier heb je de eigenschappen staan. Je mag nu gaan kiezen voor mij wat jou het meest aantrekt. Loyaal, toxic, veel knuffels, ik ga niet koken. Goede communicatie, te aardig. Ik communiceer goed, ik word snel jaloers. Ik kan jou leuke tijd geven, ik kan niet snel hechten. We doen het samen, ik ben niet loki. We doen het samen, niet alleen. Nou, vertel, welke spreekt jou het meest aan of welke wil je meteen afknappen? Sowieso Jesse poppen. Sowieso hem? Ja. Oké, dus hij gaat weg. Wat een pop, ja? Heb ik gezegd de poppen? Poppen, bro. Ik wil poppen, toch? Ik zou eigenlijk zo poppen, bro. Nee, niet poppen. Ik heb ballon tekort. Ik ben aan een budget. Ja, ik denk poppen, toch? Ja, we gaan door. Vertel. Maar even, maar vertel. Boys, rustig. Waarom pop je hier? Ik ken hem al. Dan moet je gewoon dat zeggen. Oké, okay, volgende. Staat wel netjes schuin. Wat me niet aantrekt? Ja. Veel knuffels, ik ga niet koken. Oh, ik snap vrouwen niet meer. De ene keer willen jullie affection, de andere keer weer, ik snap het niet. Hey, ik weet niet, ik moet hem dan zien. Ik heb er geen beeld bij, toch? Oké, okay. Maar het gaat nu om de eigenschap. Dus dit trekt je niet aan. Nee. Maar wat is mis? Is het dit? Is het, ik ga niet koken of die veel knuffels? Of allebei? Allebei. Ben je een dame die niet van te veel affection Ik hou een beetje van de harde hand. Je moet me aanpakken, anders loop ik over je heen. Dat soort dingen? Ja. Oké. Okay. Duidelijk. Nee, ieder soort ding. Volgende. Dus dit kruis je ook af. Ja. Wat zeggen we hier? Want je houdt van harde hand. Dit is duidelijk harde hand. Oh ja, ik ga wat vragen. Broer, sla je vrouw? Ja, man. Duidelijk. Ja.
Je hebt al nu 2 afgekruist. Heel goed denken. Je volgende keuze is je beste keuze. Wat zegt dit? Want kijk, ik ben iemand, ik ben ook heel aardig en dit soort dingen doen me... Zo, ja, het maakt me zacht. Ja. Toch goeie? Ja, maar hij is te aardig, dus dan loop je er overheen. Ben je ook pittig, zeg maar? Ja. Maar hoezo trek? Ik trek alleen maar pittige dames. Oké, nou. Dus deze kruis je ook af? Ja. Oké, je hebt nu 3 afgekruist. Jesse, Ismaël en meneer, ik geef te veel knuffels. Dus je hebt nu 1, 2, 3 over. Nou, vertel mij. Je hebt nu een top 3. Je moet je top 2 maken. En dan een top 1. Maar vertel, wat gaat in je hoofd rond? Waaraan denk je? Loop je hun gezicht in te beelden? Zoiets. Ja, ja, oké. Okay. Waarop lijkt zo'n type kerel? Of ja, guy. Beschrijf hoe je denkt dat hij eruit zou zien. Ja, wel knap. Oké, okay, dus knappe jongens zijn toxic, zeg maar? Ja, meestal wel. Oké. Okay. Ervaring mee. Oké. Maar hoe knap? Hoe ziet hij eruit? Zijn haar, zijn huidskleur? Ik denk lichte tint. Oké. Okay. Tattoos. Oké. Okay. En ja, gewoon. Oké. Okay. Okay. Dus die mag wel blijven. Oké. Okay. En deze moet je opendraaien, de camera moet je zien. Ja, en deze beschrijf zo'n type jongen. Ik word snel jaloers, dat heb ik gehad met mijn verloving, dat wordt hem niet. Verloving? Ik ben verloofd geweest en die was ook heel snel jaloers, ik mocht niet eens naar zijn vrienden kijken. Dus... Maar waarom zou je naar zijn vrienden kijken? Gewoon even aankijken toch, als je met ze praat, dat mocht niet eens. Maar waarom zou je dat doen? Ja, maar als je met iemand praat, moet je diegene toch aankijken. Oké, okay, dus hij was een beetje koekoek. Ja, hij was zeker koekoek. Koekoek? Ja, anyway. Dus dit kruis je eigenlijk ook af, omdat hij te snel jaloers wordt. Ja, maar kijk, ik hou daar niet van. Boys, rustig aan. Het is geen theaterstudio. Hallo? Ja. Maar dit hoeft zich gewoon met die van je houdt, hoor. Maar goed, is goed. Dus je hebt nu... Nou... Je hebt ook narcisten en dat was hij. Maar dat was hij, maar hij is iemand anders. Wie weet. Kijk, het is dan ook zo dat ik de persoon naar voren roep. Want tot nu toe, je hebt iedereen afgekruist. We bleven nu over met deze guy. Wil je hem naar voren? Ja, is goed. Laat maar komen. Of wil je 2 naar voren? Laat maar komen. Oké. Donnie. Zo, hallo. Dit bedoel ik. Doe rustig toch. Dit bedoel ik. Doe rustig. Ja, kom maar. Ik ben een beetje geïrriteerd, mensen. Oké, nou, ja, boom. Ja, toch? Ja, toch. Dus niemand pop. Dat wil zeggen dat. Oké, vertel. Wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En vertel, ja. Mijn naam is Don Ale. In het dagelijks leven heb ik verschillende ondernemingen. Ik doe deep cleaning van sneakers. Ik ben een barber. Elke zondag maak ik pasta's, verkoop ik pasta's. Ik ben ook zelf Italiaan. Ja man, ik maak ook muziek. Dus ja, veel bezig met muziek, industrie. Wil je wat spitten? Ik wil de audio wel laten horen, gewoon wat online staat. Kunnen mensen gewoon kijken wat ze ervan vinden. Wat je wel kan doen is, als je iets spit, kan ik die audio erin plakken voor je. Ja. Ga je. Ja, nu zien ze dat ik bos. Ik ren naar de store, ga niet vragen wat het kost. Allemaal partners van designer, maar geloof me, ik wil moord. Zeg je ruikt op fris, mik me koffer met Dior. Ik zweer, we moeten door. Ik zweer, we moeten door on the highway. Waggie, fully gas, kan niet kijken van de cycle. Ze ziet, ik ben er staan en nu wil ze met mij mee. De body zo fit, laat het draaien uit de CD. Ik zweer, ik ben een boss. Matches. Oké. Nee, zie jij het zitten? Heb je nog vragen voor hem? Hij doet zijn best. Bij mezelf, ja. Heb je vragen voor haar? Want jullie kennen elkaar eigenlijk niet. Nee, klopt. Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? Ik ben 29, kom uit Hilversum. Ik ben dagelijks verpleegkundige. Oké. Okay. Doe kickboksen, ook wedstrijden. Ik ben B-klasse vechter. En ja. Ja, man. Dus, she's a fighter, begrijp ik. Misschien kennen mensen me van de ring, wie weet. Wacht, je kan echt vechten? Ja. We moeten uitkijken hier. Ze staan ook op mijn rug, hè? Dit is gevaarlijk. Oké. Kan je de camera wezen? Oké, jullie zien het. Oké, nee, kijk, voor mij is nu de vraag. Je hebt haar gezien, ze trekt je aan qua uiterlijk. Ja, ze is niet verkeerd, snap je? Dus kijk, wat ik zeg, ik heb niet echt specifiek een type.
zeg maar, als die klik er is, is die klik er, snap je? Als we kunnen viben, kunnen we viben. Begrijp je wat ik bedoel? Oké. Dus ja, kijk, eigenlijk ben ik ook puur gezegd gekomen, nieuwe mensen leren kennen. Ja, gewoon shows lezen, snap je? Dus ja. Oké, okay, maar ze gaf aan dat ze zoals iemand die een harde hand heeft. Ja, ik ben niet onderdanig, snap je? Je gaat me niet wijzen wat is. Dus ja. Dus hij geeft gas terug. Ja, man. Dat doe je toch? Zeker. En binnenkort beginnen we ook met kickboksen, dus kunnen we die ring ingaan? Ja, dan mag je hem wat leren. Dat is goed, dan anders gewoon liggen achter in de auto. Nu. Ja. Dat is snel, man. Het zou wel top zijn als jullie even kunnen sparren. Dat is goed. Ja. Fuck it. Misschien kan ik iets nieuws leren, dat weet je nooit, toch? Yes, dat wil ik echt zien. Je hebt wat gaan doen? Ja. Hé, hey, broer, wat gaan we doen? We gaan sparren. Nee. Ja, nu! Sparren? Ben je gek, broer? Ik heb een hernia, man. Ik kan nog niet. Laat maar zitten. Het gaat lef aan. Ik zie het al. Dus nee, kijk. Wat ik je zeg. Ik ben onderdanig, maar ja. Ik sla niet graag vrouwen. Kijk, ik ben opgegroeid met mijn moeder en mijn zus. Dus mijn respect voor vrouwen is heel hoog. En van hun heb ik ook geleerd dat een vrouw veel zelfrespect moet hebben. Dus dat verwacht ik ook van een vrouw, snap je? Okay. We leven in een tijd dat het... Ver te zoeken is. Ver te zoeken is, snap je? Dus dat is ook een reden waarom zeker mensen minder snel een stap zetten. Snap je wat ik bedoel? Duidelijk. En die Loki, zeg maar, artiest, ja, zoals ik al zeg, ik maak muziek. Ik ben niet super bekend. Ik ben wel aan het grinden om bekend te worden. Maar niet elke vrouw kan dealen met een vriend die een show gaat doen. Of een vriend die met vrouwen in een clip zit. Of een vriend die veel aandacht krijgt, snap je? Zeker. Dus hoe denk jij daarover? Ervaring mee, dat is geen probleem. Oké, okay, ervaring, oké. Okay. Maar het is niet goed gegaan. Dus dan zegt de ouwe. Dat was niet die. Oké, hmm. Oké. Okay. Nee, maar ik denk dat het duidelijk is. Heb je nog vragen voor hem? Nee. Oké, okay, maar... Wat? Dus ik zie hem. Wacht even. Wacht. Hij wil het uitbreiden. Laten we... Kijk, ja, dat is beter voor woord. Ik snap dat je een match wilt. Maar een match... Ja, dat kan je hier niet gelijk fixen. Mm. Het is wel van, we kunnen kijken hoe het loopt. We kunnen kijken of het verder klikt. Daar sta ik open voor. Maar om nu gelijk te zeggen dat het een match is, ja. Weet je toch? Dus ik zie wel een klik. Ja, het is een leuke dame. Ja, misschien kan ze me leren kickboxen. Ik heb amper wat gezegd, dus I don't know, man. Hoezo? De dingen die ze doet is leuk, toch? Dus ja. Zie ik een klik dan hier? Ja. Ja, sorry. Heel leuk wat je zei, heel schattig. Voor mij is dat een match. We hebben een match! Let's go! Oké. Jij mag even hier blijven. Je mag even eruit. Oké, boys. Ik krijg nu de kans dat iedereen naar voren komt. Boys, jullie mogen allemaal naar voren komen. Kom maar hier staan. Hou even aan. Kom maar hier staan. Oké. Okay. Oké, ja, los van jou natuurlijk. Ja. Oké, ik ga ze dan nu vragen wat ze van jou vinden. Oké, vertel, wat vind je van haar? Een leuke meid. Zou je hem poppen of niet? Ja, maar gewoon puur omdat ze gewoon een vriend van mij. Ik ga gewoon met haar in het weekend uit. Ik doe gewoon leuke dingen met haar. We kennen elkaar vanaf kleins af aan. Je mag weer naar achter. Vertel, zou je hem poppen of niet? Ja, ze lijkt me een leuke meid, maar ik zou haar poppen, ja. Waarom zou je poppen? Niet met type. Je gaf net aan dat je van dames al die ja, met je liggen. Ja, maar nee, niet mijn type, niet mijn type. Wat maakt haar niet jouw type? Ik weet niet, man. Ah? ik val meer op rondingen, dus... Honden? Rondingen. Rondingen, snap je? Kan je me helpen? Rondingen. Oh, ronde dingen. Grote tieten, dikke reet. Oké. Ja, en dat heeft ze niet, volgens jou? Te weinig, ja. Je wil meer? Ja, man. Oké. Okay. Hij wil een grote sanga. Wat je? Hij wil een grote sanga. Oké, nee. Ja, je mag naar achter. Oké, schuif aan. Vertel, broer. Zou je hem poppen of niet? Nee. Waarom zou je hem niet poppen? Omdat ze lijkt me een aardige, leuke meid. En ik hou van oudere dames. Ik wil je wel zien... kan je bril een beetje afdoen? Oh ja, wacht even. Want jij bent te aardig, zeg maar, toch? Ja. Oké. Okay. Zou je hem poppen bij hem? Niet per se meteen. Waarom zou je hem niet poppen? Meteen? Hij lijkt me wel gewoon heel aardig en lief. Ja, dat staat daar. Dat straalt ook uit. Gewoon zachtheid en liefheid.
Maar soms kan ik wel te aardig zijn en dat vinden vrouwen zeg maar niet leuk. Ja, nee, dan loop ik er overheen. Oké. Ga maar onthoud je gezichten, want ik ga je straks vragen. Oké, vertel. God. Ik zou niet gelijk oordelen, ik zou niet gelijk poppen, want ik wil je wel eerst beter leren kennen, toch? Maar op de eerste blik, heb je die ketting voor de nee, ik ben katholiek. Oké, ik zou niet poppen. Waarom die vraag? Oh, gewoon, want weet je, het matcht dan een beetje, weet je, ik ben ook zelf een beetje gelovig, toch, en zo. Ik vind dat je niet mensen gelijk moet vooroordelen, ik vind gelijk, je moet ook een beetje respect hebben, toch? Dus ik ben wel ik sta wel daarvoor klaar, snap je? Ja. Wat is je geloof? Christelijk. Oké. Oké, dus daarom zou je hem niet poppen? Hem? Oh, zij? Ja. Ik zou niet poppen. Ja, ik zwing niet hier. Dankjewel. Ja. Grappige keel. Vertel, zou je hem poppen of niet? Ik zou dat niet poppen, maar kijk, alleen op een dronken avond zou ik je wel dik geven. Ik ga gewoon eerlijk met je zijn, maar dan moet ik erg dronken zijn. Okay. Je toch? Maar voor de rest zou ik je wel poppen. Oké, maar ben je duidelijk. Nee, dankjewel. Je mag, je hebt toch niet gedronken? Nu? Oké, vandaar je hem nu zou poppen. Dus niet poppen, alsjeblieft. Ga later. Voor al die guys die je hebt gezien. Wil je met je keuze blijven of wil je toch switchen? Keuze blijven. Oké, nou. Ik heb al 2 matches. Dus ik wil mijn respect aan het eind van deze video. Oké, we gaan nog voor de laatste troef. De volgende dame mag komen. Hi. Vertel, wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven en wat verwacht je of wat zoek je in een man? Nou, ik ben Xanonique, ik ben 23 jaar en in het dagelijks leven doe ik de opleiding zorg en welzijn. Ik ga wel stoppen in de opleiding nagelstylisten. Dus even een carrière switch. Oké. En wat ik zoek in een man, uiterlijk, dat maakt niet zo heel veel uit. Het belangrijkste is wel dat hij er verzorgd uitziet en loyaal is, zorgzaam is en wel een doel voor ogen geeft wat hij wil bereiken later. Top, heel duidelijk. Nou, we hebben de eigenschappen hier staan. Je mag nu gaan kiezen welke je het meest aanspreekt. Je mag me direct zeggen wat je meteen afkeurt. Ga je gang. Ja. Nou, loyaal is sowieso wel een goede eigenschap. Ja, zeker. Toxic zie ik niet per se als een slechte eigenschap, want ik kan het wel een beetje nodig hebben, want ik heb zelf wel wat pit in principe. Dus... Je hebt ook pit, dus ja. Oké, goed. Oké. Maar te toxic, dat is dan weer wel een afknapper. Dus van deze weet je nog niet zeker als je hem... Dat weet ik nog niet zeker. Het ligt eraan in hoeverre hij toxic is. Ja, oké. Riegel. Ja, veel knuffels. Ja, zolang die wel kan accepteren als het voor mij even te veel is, dan prima. Okay, en ik ga niet koken. Ja, ik vind het wel belangrijk dat een man ook wel kan koken. Vooral als je lange dagen maakt in de zorg. Gaat je kinderen natuurlijk niet fastfood geven. Nee, zeker niet. Tenminste, niet iedere dag. Dus deze keur je af? Ja, op basis van die koken? Op basis van de koken. Maar dit zou je wel kunnen? Veel knuffels? Oké. Op zich wel. Oké. Ismaël? Goede communicatie is altijd belangrijk. En te aardig, zoals ik al zei, ik ben wel iemand met pit. Dus. Maar ik keur het nog niet helemaal af in principe. Oké, we houden hem even in de safe. Ja, we houden hem nog in de safe. Oké. Sasha? Ja, ik vind het ook niet echt red flags, het snel jaloers worden, want het is wel schattig af en toe als een jongen jaloers is, maar het kan ook wel weer te ver gaan, dus het ligt er ook net aan. Oké. Jesse? Ja, leuke tijden geven ligt er aan wat hij ermee bedoelt. Ja, het kan op twee manieren bedoeld worden. Ja, precies. Ook niet zo specifiek genoeg. Ja, en ik kan niet snel echt, dat kan ik ook niet, dus dat gaat sowieso wel... te lang worden dan. Dus als jij niet kan hechten, moet je wel iemand hebben die snel kan hechten? Ja, in principe wel. Of die mij een reden geeft. Dus met niet snel kunnen hechten, dan ga je die ander ook niet een reden kunnen geven om te hechten. Dus dat wordt hem ook al niet. Wat vind je van mannen die artiesten zijn? Ja, als je daarmee gewoon je brood kan verdienen later en als je het leuk vindt om te doen, wie ben ik om je zo te vinden? Weet je, het gaat erom wat jij leuk vindt. Het is alleen wel als ze heel veel vrolijke aandacht krijgen dat... Dat is dan weer wel een afknapper, eerlijk gezegd. Ja, dan komen we weer op dit punt. Ik word snel jaloers. Ja. Ja, Jesse zou ik ook wel afkruisen om het niet snel hechten. Oké, kruis je ook af. Bam. Ja. Dus nu heb je dan 3. Je hebt Don Ali, Sasha en Bryce. Maar vertel, als je die... Ja.
Die eigenschappen die je hebt afgekruist, ik wil ook weten hoe je denkt dat ze eruit zien. Hoe denk je dat Rigo eruit ziet? Beschrijf het. Ja, ik denk wel dat hij eruit ziet als iemand die wel om zijn uiterlijk geeft. Dus wel gewoon ja, verzorgd eruit ziet sowieso. Oké. Okay. Maar ook wel die redelijk vaak in de vrije tijd in de trainingspak kan lopen. Oké, oké, oké. En Ismaël? Ja, ik zou het eigenlijk echt niet weten. Nee, je kan niet inschatten? Nee, ja, ik denk dat het redelijk lange jongen is. Nou, dat vind ik aan de ene kant ook wel een beetje belangrijk. Oké, oké, oké. En Jesse? Hoe denk je dat Jesse eruit ziet? Jesse kan niet snel hechten. Ja, dat is best wel een toxic tree. Maar dat geeft wel leuke tijden. Time of your life? Ja, eerlijk. Nou ga ik waarschijnlijk heel neerbuigend klinken. En ik bedoel het echt niet zo. Maar ik denk dat Jesse er wel uit zou zien als een fuckboy. Gewoon door zijn... Ja, een typische. Jesse, rustig aan, want hij wil het aanvallen. Ik bedoel het niet gemeen, hoor. Ze zei als een fuckboy. Sorry voor mijn taal. Nee, dus daar hebben we Bryce. We hebben Don Ali. Oh, je hebt ook Shasha. Die heb je ook nog. Ja, dat heb ik ook. Dus nu gaan we voor Bryce, Shasha en Don Ali. Ja. Ga maar kiezen. Dan kies ik toch al voor Bryce eigenlijk. Bryce! Kom maar naar voren! Tada! Hi. Ja, ik heb een naaldje. Oh, niet uit. Dus even anders. Willeke. Ja, ik zei Leoniek. Nee, ik ben niet mijn type, zeg. Gewoon gestreed. Je toch? Sorry bro, kom hier. Wanneer ga je Lenski Berries voor me regelen? Nee? Yo, rustig aan. Ik ben met jou broer. Ik dacht, we gaan eerder toch komen, Orsi, dit. Maar je regelt niks, man. Maar niet erg, weet je toch hoe ik dit? Is niet erg. Dus waarom pop je? Ik pop omdat ik hier niet voor de relatie ben en zo. Hè. Ik ben misschien toxic, maar met de juiste. Niet met haar. Dus, je toch, sorry, man. Volgende keer les, kies ik ben. Hij is sowieso een fuckboy. Iedereen is een type. Ik neem het ook niet persoonlijk. Oké. Prijs weg. Die valt af. Rigo weg. Ismaël weg, Shasha en Don Ali. Ja, dan denk ik wel Don Ali, omdat ja, we doen het samen. Ja, het is wel gewoon belangrijk dat je 50-50 een relatie geeft. Oké. Okay. Don Ali, kom maar naar voren. Je naam gaat kwijt. Don Ali. Tada. Yo. Yo. Hi. Wat zeg je, man? Wat zeg jij, man? Is zij jouw type of niet? Ga je een papa of niet? Kijk, ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Ja, niet mijn type. Eigenlijk, toen zei ik net, ik had geen type. Maar, ja, dit niet. Maar wel. Zeg maar, ja. Soms verandert het weer. Dus zeg maar, pas wanneer je niet je type ziet, besef je dat je wel een type hebt. Ja, bro, we leven in Nederland. Het weer slaat altijd om, snap je? Dus, maar... Ja, voor de rest, het kan een hele lieve dame zijn. Ja, iedereen is ook mooi op zijn eigen manier. Daar ben ik het zeker mee eens. Toch? Dus, maar vertel, wat maakt haar niet jouw type? Ja, zeg maar, ik val sowieso op wat kleinere dames. Ja, niet te klein, maar... Nee, ja. Toch, ja, kijk, ik zeg niet dat ik niet kan stoeien met je, maar... Ik kan zeggen, ik kan je gewoon naar Tokio gooien. Oké. Oké. Okay. Ik zou zeg maar kunnen vallen op ja, Latina's. Ja. Blonde vrouwen kunnen ook. Snap je? Ja, lightskins met krullen. En dat eigenlijk, man. Ik heb officieel gezien wel krullen, maar ze zijn een beetje dood. Dat vind ik altijd jammer, zeg maar. Vrouwen die krullen hebben, die dan gaan stylen. Ja, en... niet door het stylen, door het verven. Door het verven? Ja, ik probeer ze wel terug te komen. Mijn oma die heeft ook binnenkort een afspraak voor mij geregeld voor haar kapper, zeg maar, om mijn krullen weer terug te kunnen krijgen. Dus, En je hebt tatoeages, zie ik? Ja, ik heb toevallig eentje op mijn rug laten zetten van de week. Oké. Okay. Dus, ja, tatoeages is altijd leuk om te zien. Nagels zijn net iets te puntig voor mij. Zeg maar. Waarom zijn het punten? Ik weet, bro. Dat is dangerous, bro. Krabben ze mijn ogen uit. Snap je? En ja. Dat is het eigenlijk? Waarom? Oké, okay, nee, duidelijk. Ja. Duidelijk. Het is gewoon niet je type. Het is goed, je mag je ballon kapot maken. Maar dat gaat niet. Ja, ga je moet drukken. Je mag naar achter lopen. Nou, daar hebben we alleen Shasha over. Ja. Shasha, je mag naar voren komen. Luister, je beschrijft mij wel, snap je? Kijk, ik weet niet, ik ben niet lang, maar je moet me wel een kans geven. In principe, het maakt me echt niet heel erg uit. Mijn ex is ook kleiner dan mij, dus...
Natuurlijk, een keertje iemand toch? Langer is ook wel leuk hoor, maar daarom, zoals ik eerder al zei, het gaat mij voornamelijk om het innerlijk. En vertrouw me, je loopt niet over me heen, want ik heb ook wel wat spice, weet je. Dat is wel helemaal belangrijk. Oké. Kijk, en ik ben niet zoals al die andere mannen, weet je, respect naar hun. Maar ik denk wel volwassen, snap je? Ja. Het is niet gelijk uiterlijk. Nee, ik wil kijken wat er in jou zit, snap je? Ja. Op andere manieren ook. Maar ja. Ook, snap je? Dus... Welke manieren dan? Je weet wat voor manieren. Nee, helaas niet. Nee, oprecht. Alla voor welke manieren? Hoe zegt die guy het? Boom boom dingen. Je weet boom boom dingen? Hoe moet ik het zeggen, wie dat is moeilijk. Is echt moeilijk, snap je? Die van de Dino Show. Ja, ja. Ja, ik snap precies wat ik bedoel. Seksuele voorlichting, basisschool. Dat soort dingen. En hoe zou je zien wat in haar zit op dat vlak? Nee, we houden hem daar, want dan gaan heel veel in detail wat we hier willen. Oké, dus in principe is heel wel je type. Hij heeft humor, dat is wel helemaal belangrijk. Maar hij is sowieso humor. Boys, maar ik stel het toch, ik ga jullie wegsturen, hè? Sorry mensen, rustig aan. Ja, ga maar door. Ze had nog een vraag. Ja, ik zie een kruisketting. Ben je christelijk? Ja. Of, oké. Is dat? Nee, is echt geen probleem. Ik ben zelf wel atheïst opgevoed, want mijn ouders die hebben me wel de keuze gegeven eventueel voor later of ik gelovig wil zijn of niet. Dus ik heb ook helemaal niks tegen geloof en ik vind het ook wel interessant om over te leren. Dus. Ik was in het begin ook zelf ook atheïst en langzaam ben ik zelf zeg maar gaan geloven, snap je. Oké. Dus ja. Ja. En nu zit ik op de goede pad, want kijk, ik heb jou gevonden, snap je? Dus. Eindelijk doe je iets goed, die hele video, raak je man. Alsnog neem ik jou mee naar huis. Wie bro, ik geef je nog één kans, man. Oké, sorry, mijn fout. Kijk, even wel humor, dat is wel ook belangrijk. Ja, maar die humor wil ik niet. Nee. Je hebt me eigenlijk bijna geïrriteerd, man, ik zeg je eerlijk. Sorry. Kun je bijna naar achteren sturen? Nee. Maar ik gun haar die match, jou niet, snap je? Oh, ja. Daarom, is oké. Ja, maar het is genoeg. Ja. Nee, maar vertel. Okay. Zie ik dan een... Heb je vragen voor hem? Hoe oud ben je? 20. Oké. Hoe oud ben jij? Ik ben 23. Ja, ik vind jongen echt... Ja, dat maakt me ook helemaal niet uit. Het gaat meer om dat je gewoon wel op een volse manier kan denken. Maar ik heb wel met mezelf afgesproken niet onder de 20. Dus. Ik mag wel zeggen, je bent de eerste dame die één jonger oké vindt en korter. Ja. Twee slagen in één, broer. Begrijpen jullie dat? Woe! Ja, omdat ik natuurlijk altijd al lang ben geweest, want ik ben vanaf mijn 14 eigenlijk al 1,80 meter. Ja, dan ga je uiteindelijk denken van ja, uiteindelijk moet je je korter ook gewoon kans geven. Precies. Dus short kings for the win. Short kings for the win. Love. Nee, maar eerlijk, duidelijk, eerlijk. Zou je haar kunnen handelen? 100%. Ik ben streamer toch? Ik laat ook dingen zien. Een kant van mij zien die niet iedereen ziet. Meestal iedereen ziet me als de lieve, verlegen jongen. Ja. Maar vertrouw me. Wat ik heb de package. Ik game zeg maar een beetje en doe reacties op video's die trending zijn. Welke games? Red Dead Redemption 2, Minecraft. Game je ook? Ja, ik speel de laatste tijd met een hele goede vriendin van mij wel vaak Fortnite. En ja, ik heb een hele goede buurman waar ik gewoon een hele goede band mee heb. Die zie ik gewoon een beetje als een broer van mij hoor. En daar speel ik wel eens GTA dus. Damn, oké. En met mijn broertje dan Minecraft. Maar ja, hij is eigenlijk ook. Ja, dus ik ben ready steady. Je ziet hier een mes. Je ziet hier een mes. Dit is hem. Zie ik een mes? Ik zag een match. Dit klinkt messed up, maar ik weet niet. Ik weet niet, het voelde een beetje in één keer weg. Misschien ben ik bipolar diep van binnen, maar ik toch niet. Ik heb niet echt, toch die gevoels weggegaan. Is er een reden waarom? Ik voelde het in één keer niet. Ja, dan mag je gaan naar achter. Dankjewel. Sorry man. Maakt niet uit. Weet je wat? Ik ga iedereen naar voren roepen. Ja. Gaan we kijken wat we nog steeds kunnen vinden. Want wat is mijn taak? Om een... match te vinden. Boys, kom maar naar voren. Bijna wil ik Sasha wegsturen, maar geef... Ga maar staan. Sleutje aan, ga maar staan. Sleutje aan. Ik zeg sluit aan, oh my god, man. Hey. Ga maar staan. Sta. Laat het, lieve... Go. Ik... Mijn geduld gaat op, man.
Dus de mensen waar er geen match was, mogen wel achterblijven. Waarom pop je? Ten eerste, ze is te lang voor mij. Ja. Ten tweede, houd ik echt van sportieve dames. Ja, nou wil ik wel weer de sportschool op gaan pakken. Oké. Okay. Dus... Maar dat is gewoon mijn type. Ja. En ten derde... Ik weet niet, je moet gewoon wat hebben. En ik heb dat heel snel, heb ik dat. En okay. Als ik dat niet binnen 1 seconde zie, dan... Ja. Helaas. Dus de reden waarom je pop is... Is omdat ze niet sportief is, sportief genoeg is. Niet één ding, gewoon, ik moet gewoon iets zien in iemand, snap je wat ik bedoel? En dat gaat niet over 10 minuten komen als ik het nu niet heb gezien, snap je? Ja. Oké, okay. Dus je zou het ook niet willen proberen kijken wat innerlijk is? Ik heb geen tijd en zo, daarvoor, je weet toch? Ja, ja. Moeilijk bro, misschien deze boys, maar niet, bij mij is geen match. Oké, okay. Is hij eigenlijk wel je type? Nee. Waarom niet? Ja, ik hou niet echt van jongens met petjes, zeg maar. Ik weet niet, dragen dat vaker? Of altijd? Of... Zou je hem kunnen afdoen? Ja, nee, hoe ziet je eigen haar eruit? Niet voor jou. Nee, maar je hoeft hem ook niet af te doen, hè? Als je kijkt, als je mijn type was, had ik misschien had ik het nog gedaan. Maar het is geen, ik ga geen moeite erin stoppen, snap je? Nee, maar je hoeft hem ook niet af te doen. Ik wil alleen maar weten wat je eigen haar. En het zit gewoon zo een beetje naar voren. Ik heb opscheertje, overloopje. Nee. Dus de rest moet je een beetje zelf... Geen krullen? Nee. Ik val wel op jongens met krullen eigenlijk. Ja, krullen? Over het algemeen wel. Nee, je bent niet gekruld, dus krul maar naar achter. Zeker. Ja, oké. Is zij wel je type? Zou je hem poppen of niet? Allereerst, hoe is je naam? Ik ben Leonique. Oké, ik val meer op sportieve dames. Ja. Yeah. Maar ze mogen wel ronding hebben, maar op de juiste plek. Dus het is niet voor mij. En sowieso, vlinder tattoos zijn voor mij red flags ook, dus... Waarom? En, ja, ik wil weten. Vaak, die tattoos zijn voor dames van trauma die ze gehad hebben, dus... Ja, ik heb er zelf wel een hele andere betekenis voor. Want ik heb een verleden met zelfharm en daar staan die tattoos eigenlijk voor. Die moeten familieleden van mij voorstellen die heel veel voor mij betekenen. Ja, waardoor ik het dus niet meer doe. Dus... Maar ik snap wel waar je vandaan komt, hoor. Meestal dames met trauma's, hoge bodycount en... Ik ga dat niet handelen, man, bro. Is dat zo bij jou? Nee. Ja. Dat kan, maar je weet nooit, hè. Is hij wel je type? Nee. Hij heeft wel krullen, maar heel klein. Dat wel, ja. Kijk, ik wil niet gemeen overkomen, maar ik val sowieso niet op Belgen. En ik hoor dat je een Belgisch accent hebt. Ja, toch. Dus, ja. Ja, ook niet mijn type, dus. Waarom niet? Waar heb je niet gepopt? Omdat ik haar ken. Je kent elkaar? Nou, ja, hij zegt dat hij me kent. Ik weet alleen nog steeds niet wie het is. Mike stoot eraan. Ze kent haar, maar ze kent je niet. Nee, maar we hebben wel eerder met elkaar gepraat, zoals ik al zei. Nee, waarschijnlijk ken ik hem wel, maar weet ik gewoon zijn naam niet meer. Zal ik zeggen waar mijn naam is? Ja. Diego de Juan. Ken je die nog? Ja. Daar ben ik. Ja, nou weet ik wel waar ik ervan ken. Van waar dan? Nou ja, er is dus van... Ik heb daar een paar jaar geleden op gezeten, Hibo is dat, is best wel grappig. Ook gewoon om vrienden te maken is dat. En toen noemde ik hem ook altijd Diego, toen zei hij wel zijn echte naam, maar ik kan hem nog steeds niet uitspreken. Dus ik noemde hem altijd Diego en dat vond hij. En hoe lang geleden was dat? 2 jaar geleden? 2 à 3 jaar geleden of zo. Ja, toen hoorde ik nog... Ja. Ik heb wel een goede indruk achtergelaten. Is ze jouw crush of zo? Nou, ze is niet lelijk. Oké, dus... Dus je pop hem niet omdat je haar al kent? Ja, en ze is niet lelijk zoals ik al zei. Dus je zou wel... Je ziet het wel zitten met haar. Het is wel je type. Ja, zeker. Vooral rood haar hier toch, dat trekt mij meer aan. Ja, vandaar jouw rood aan, hè? Je ziet het. Een roder doorrijk. Is rood. Roze, sorry. Ja, is roze. Dus je zou op date met haar willen gaan? Ja, en ze heeft ook heet toch een belletje. Weet je, vetjes daar ook van, toch lekker om vast te pakken. Maar ik weet gelukkig hoe je het zegt, hoor. Maar... Zal ik je dan vragen als hij je type is? In principe qua innerlijk wel. Dat is al de eerste stap. Dat komt bij eerder wat aangepraat. Ja, dus ik weet wel hoe die qua innerlijk is. Ja. Okay. En hoe is hij? Zeg maar heel aardig zoals hij geschreven? Nou, hij is wel aardig, maar hij weet ook wel een beetje, want ja, ik had best wel vaak een grote mond tegen mensen. En hij is ook wel iemand die ermee kan helpen. Hij kan ook wel de tegengas geven die ik nodig heb. Ja. Oké. Dus hij geeft wel tegengas. Ja. Dus qua innerlijk... Is hij echt gewoon mijn tip. Maar uiterlijk? Het is alleen omdat hij net iets kleiner is, maar...
Je kan niet alles hebben. Ik kan niet alles hebben. Net als Sasha was ook. Snap je? Dus, snap je? Oké. Weet je? Oké. Dus eigenlijk, heb je vragen voor haar? Of, jullie kennen elkaar sowieso langer dan vandaag. Ja. Maar als je vragen hebt die nog willen stellen, die nog niet is. Ja. Kan je weer terugvoegen op Snap? Zou ik zo doen. Want je hebt me weer verwijderd voor de tweede keer. Ik verwijder heel veel mensen. Maar waarom altijd ik? Niet alleen jij, echt helemaal Snap-lijst. Echt helemaal Snap. Ik heb van die periodes dan. Heb je zijn ogen ooit gezien? Ja. Tot nu wel. Net ook al. Heb je nog steeds dezelfde nummer of niet? Of heb je een andere nummer? Volgens mij hetzelfde nog steeds. Ja, ik heb nog steeds hetzelfde nummer, ja. Want ik had je volgens mij nog een paar maanden geleden jou gebeld of zo. Zou best kunnen. Want ik kreeg gelijk voicemail. Ik weet het allemaal niet meer. Au. Ja, ik heb dat uitstaan dat mensen die ik niet in mijn telefoon heb staan, dat die automatisch naar voicemail gaan. Ja. Maar ja, ik heb ook een nieuwe telefoon, sinds een paar maanden. Dus. Oh. Wat voor telefoon heb je? iPhone 14. Ah, oké. En geen rode. Ja, oké, ja, ik had wel een rode telefoon. Ja, ik had er ook een. Ja, dat is haar ding toch. Ze vindt mensen met de rode iPhone toxic. Is dat waar? Maar dat is gewoon, ja. Dat is gewoon een joke. Dat stond op haar bio. Ja. Maar dat weet je ook. Ja, dat eigenlijk omdat ik zelf een rode iPhone had in die tijd. Eerlijk, man to man. Ja. Heb je stalker-eigenschappen? Nee. Ik onthoud veel dingen. Ik heb een geheugen van een olifant. Hé, hey, dat is slim. Ja, sorry, dit is een beetje awkward voor mij. Een beetje ongemakkelijk. Maar ik mag wel zeggen dat jullie elkaar wel voelen qua innerlijk. Ja. Want je kan eigenlijk om hem lachen. Ja. Jij kan ook om haar lachen. Dus ik zie dan een... Een match. Shut up. No way! Ik zie een match! Let's go. Ismael, ik gun je deze echt, man. Mm-hmm. Neem jou... Trouwens, waar ga je haar op eerste date brengen? Want ik zie dat je heel veel kan onthouden. Je hebt heel veel in pet. Vertel, waar ga je haar op date brengen? Hou even een rondje park of een rondje meer. Kan. Dan gaan we dat doen. Toch buiten, omgeving. Ja. Vind je dat een goede date? Ik zou zeggen, succes, man. Ja, zoals ik zei... Zoals ik zei, het was een leuke ervaring, het was gezellig, veel gelachen en ja. Maar ik wou wel zeggen, niet alles is puur, vind ik. Want zoals de laatste dame zei ik, is niet mijn type. I'm cool, begrijp je. Maar, ze zei, ze vindt me niet lelijk, maar, ook was ze te klein. Maar, dus toen ik naar achter ging, vond ze jongens die rond de 1,60 zijn, 1,67, wel cool. Zo had je gewoon niet. Ja, we kunnen schaken, maar ik zet je schaakmat. Dat eigenlijk. Vertel, wat vond jij ervan? Want jij zag lightskin, maar niet gevonden. Ja, man. Het is gewoon teleurstellend dit, man. Sorry, man. Bro, ik dacht gewoon, ik kom hier om te poppen, broer. Ik sta opeens blind date niveau, je weet toch? Ik ben niet op date hier. Ik wil geen relatie. Ik wil gewoon gezelligheid hier. Je wil dik geven, zei je ook. Zo. Duidelijk. Vertel, hoe vond je het? Ik vond het een leuke ervaring, alleen de laatste dame, ik heb wel spijt dat ik dat heb gedaan. Ik weet niet wat me bezielde, sorry, maar ik vond het een leuke ervaring. En doe die foo-foo shit die je deed niet meer doen. Foo-foo? Ja. Eten. Vul het maar zelf in. Jij, vertel. Ik vond het gezellig, maar ik ben betere kwaliteit gewoon. Wat bedoel je daarmee? Betere kwaliteit dames. Dames waren niet niet mijn kwaliteit, nee. Zweetje? Zweet ik? Ja. No, man. Oké, nee, gewoon een vraag. Dankjewel. Ja, toch. Jullie boys zijn wel apart, man. Vertel, je hebt een match gevonden. Heel goed. Ja, vond ik ook. Ik vond toppie. Wat vond jij ervan? Gezelligheid, toch? Ja. Ik vond het gezellig. Dus nu tijd om te eten. Boys, jullie mogen gaan. Zoals jullie hebben het gezien, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. Ik zie jullie voor de volgende video. En vergeet niet, als jij wil meedoen met de volgende We Dat video, vergeet je niet aan te melden. Ik zie jullie later. Thank you. Ja, wat Gucci mensen. Eet pap, praat pap, maak pap. Ja. Ja. Love you.